vrijdag 25 augustus 2023. De laatste dag van de Real Madrid Foundation Clinics. Vandaag in het Franklin Asset Stadion zullen er hele mooie dingen gebeuren. Wie wordt het? Een speler, een speelster? Welke coach gaat vandaag de eer hebben om uitgeroepen te worden? Het wordt een spannende vrijdagavond hier in Asset Stadion. We nodigen u uit om te kijken naar de beelden, want zo aanstonds krijgen we hier op het veld de U10 en de U12. En ook zij zullen vandaag zich van de beste zijde laten zien. Open voor business en dit doen wij ruim 40 jaar lang, sinds 1976. De klant is bij ons koning en de gemeenschap mag altijd blijven rekenen op efficiënte bediening en tijdige leveringen van onze producten en diensten. Niet voor niets zijn wij door Kiwa ISO 9001 gecertificeerd voor gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan. Strategisch gelegen in onze rood, geel en blauwe kleuren in geheel Suriname en op diverse locaties zijn wij heel erg bekend om onze goede service, klantvriendelijkheid, vlotte afhandeling bij het aftanken en bovenal de continuïteit. Dankjewel Roy Boudou Enterprises. Suriname is trots op u. RB Enterprises, in fuel you can trust us. Download de RBA Station Locator app. Geld ontvangen en verzenden? Doe dat via MoneyGram. MoneyGram is wereldwijd beschikbaar in ruim 200 landen. Uw geld kan u binnen 10 minuten ophalen. Dus een snelle service en binnen handbereik. Verzend en ontvang uw geld bij de MoneyGram locaties van de HJ Group. Bij HJ Retail Lelydorp, HJ Retail Slangenhoutstraat, HJ Group of Companies aan de waterkant, HJ Angro aan de Indira Gandhiweg kilometer 9 en HJ Nikeri aan de GG Meinaardstraat. Verzend en ontvang uw geld veilig en snel binnen enkele minuten via MoneyGram. Bringing you closer. Ere, 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 even maar hè. We gaan sluiten. Building Depot. Sfeervolle verlichting voor elke locatie. En schakelaars van hoge kwaliteit. De grootste leverancier in de Caribbean. Call
Fernandes Bakkerij, elke dag bijzonder. It's time for the world to taste the best food in Amsterdam. Pancakes. Yay! Pannenkoek. 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 Something. Pancake. Lekker. Yeah, really lekker. And they come in hot, cold, sweet, savory, and even with a flag. But most of all, wow. They're flat. Yeah, it's always flat. One, two, three. Pannenkoek. Cheers. This is close to magic. Mm. Oh, wow. That's delicious. This is amazing. Oh, my God. It's better than herring. Am I able to finish all? Because I'm really hungry. Pancakes Amsterdam. Where the world is flat. So lekker. Nacho, goes here, warm up, Team Modric over there. And triple, triple,
Well done. Now we have Brazil against Spain here, okay? And then Argentina against England in this pitch. En op de achtergrond kunt u dus zien wat het allemaal inhoudt voor de U10 en de U12 als het gaat om deze laatste dag van de Real Madrid Foundation Clinics. Het houdt niet op, want zometeen, wanneer ze klaar zijn, zullen we twee finales hebben. Eén geselecteerde groep voor de U10 en een andere finale waarbij het gaat om een geselecteerde groep voor U12. Recule de Mees, 5 dagen, Real Madrid Foundation Clinic. Hoe vond je het? Ik vond het heel geweldig en ik wil graag meer met deze mannen, met deze trainers, met veel trainen. Wat heb je allemaal geleerd in deze 5 dagen? Vertel me. We hebben opbouwen, positiespel, combinatie, dribbelen, opendraaien en veel schieten op het doel. En dat je zegt dat je vaker met dit soort mannen zou willen doortrainen, dat geeft alleen maar aan dat het komt omdat je beter wordt, of niet? Ik word veel beter, zeg ik weer. Die trainings die we moeten hebben. Ja, ik vond dat goed. Hoe was de laatste dag? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Nou, we hebben eerst opwarmtje gedaan en daarna een toernooitje gespeeld. En dat toernooitje, gewonnen, verloren? Ik was een kampioen. We zijn kampioen. Gefeliciteerd, jongen. Dank u wel. Ik had plezier ervan. Ik heb veel dingen geleerd, nieuwe dingen geleerd. Passen, opendraaien en veel schieten op het doel. En ik had van al deze dagen heel plezier ervan. Ik vond het leuk, want het is een leuke ervaring. En het, met zo'n grote club trainen uit het niks, ik was wel geschrokken. Ja, dus mama en papa hebben je bijzonder verrast natuurlijk. Papa wel. Ik vond het echt leuk en ik ga het echt missen. Het was wel natuurlijk zwaarder dan normaal, maar ik vond het wel te doen en ik heb me alles gegeven. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd gedurende deze periode? Ik heb een paar dingen geleerd. Ik heb geleerd om respect te hebben voor je teammates en voor gewoon je tegenstanders, tegen tegen wie je speelt. En we hebben geleerd om van achteruit te spelen, om te scannen wanneer je die bal krijgt en hoe je moet staan wanneer je een bal ontvangt.
afmaken. Ik was niet zo goed in afmaken eerst. Ik kon wel goed verdedigen, open draaien in het middenveld. Maar afmaken en keuzes maken kon ik nog niet zo goed. En nu als een middenvelder dat ik dit alles heb geleerd, vind ik het nu makkelijker. Ik zou nog een paar dagen door willen gaan en door nieuwe dingen leren. En al deze trainingen die wat we hebben gedaan van deze 5 dagen is een voorbeeld hoe je in de wedstrijd moet spelen. Ik vind het wel jammer. Het was heel leuk, heel interessant om mee te doen. De trainingen waren echt leuk en ook hard. Maar ik heb wel veel geleerd van de trainingen. En competitie was ook heel goed gegaan. En helaas heb ik niet gewonnen, maar het was wel een leuke competitie. Middenvelder van Oase, Yoshiro Atkinson. Oké, ik zal deze naam natuurlijk onthouden. Je hebt natuurlijk meegedaan 5 dagen lang de Real Madrid Foundation Clinics. Wat vond je allemaal ervan? Ik vond het heel leuk. Ik heb veel geleerd en ik vond het heel leuk. Het was wel moeilijk, maar ik kon het toch wel doen. Het was zwaar, maar het was wel iets dat je wel kon doen, maar het was wel zwaarder dan normaal. Denk je dat je vanaf volgend seizoen door deze clinics ook een betere voetballer wordt voor je club? Ja, ik heb het zelf meegemaakt dat ik nu wel voel dat ik ben gegroeid sinds deze 5 dagen. En ik denk dat ik volgend seizoen dus wel een betere versie van mezelf ga laten zien. Open for business en dit doen wij ruim 40 jaar lang sinds 1976. De klant is bij ons koning en de gemeenschap mag altijd blijven rekenen op efficiënte bediening en tijdige leveringen van onze producten en diensten. Niet voor niets zijn wij door Kiwa ISO 9001 gecertificeerd voor gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan. Strategisch gelegen in onze rood, geel en blauwe kleuren in geheel Suriname en op diverse locaties zijn wij heel erg bekend om onze goede service, klantvriendelijkheid, vlotte afhandeling bij het aftanken en bovenal de continuïteit. Dankjewel Roy Boudou Enterprises. Suriname is trots op u. Albi Enterprises, the fuel you can trust us. Download de RBA Station Locator app. Geld ontvangen en verzenden? Doe dat via MoneyGram. MoneyGram is wereldwijd beschikbaar in ruim 200 landen. Uw geld kan u binnen 10 minuten ophalen. Dus een snelle service en binnen handbereik. Verzend en ontvang uw geld bij de MoneyGram locaties van de HJ Group. Bij HJ Retail Ladydorp, HJ Retail Slangenoutstraat, HJ Group of Companies aan de waterkant, HJ Angro aan de Indira Gandhiweg kilometer 9 en HJ Nikeri aan de GG Meinaardstraat. Verzend en ontvang uw geld veilig en snel binnen enkele minuten via MoneyGram. Bringing you closer. Here, even maar hè. Well,
Building Depot, sfeervolle verlichting voor elke locatie en schakelaars van hoge kwaliteit. De grootste leverancier in de Caribbean. Fernandes Bakkerij, elke dag bijzonder. It's time for the world to taste the best food in Amsterdam. Pancakes. Yay! Pannenkoek. 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 Something. Pancakes. Lekker. Yeah, really lekker. And they come in hot, cold, sweet, savory, and even with a flag. But most of all, wow. They're flat. Yeah, it's always flat. One, two, three. Pannenkoek. Cheers. This is close to magic. Mm. Oh, wow. That's delicious. This is amazing. Oh, my God. It's better than herring. Am I about to finish all? Because I'm really hungry. Pancakes Amsterdam. Where the world is flat. So lekker.
En dan sta ik eigenlijk met de langste, maar tegelijkertijd de kortste speler. Klopt of niet? Hoe vond je het om mee te doen? Leuk. En vandaag heb je een speciale prijs gehad. Had je het verwacht? Ja. Je had het verwacht, net als... echt waar? Ja. Waarom had je het verwacht? Was je zo goed? Ja, en mijn vader had me geleerd. Ik moet niet constant vallen en beter schieten op het doel. Je vader heeft je geleerd, je mag niet constant vallen en je moet schieten op het doel. En je hebt gedaan wat hij heeft gezegd. Ja. En daarom denk je dat je hebt gewonnen. Oké, maar luister nou, vertel me. Je hebt je certificaat gekregen, je hebt een prijsje gekregen. En eigenlijk ben jij nu, net als de winnaar van de Real Madrid Clinics Foundation, zo populair geworden in Suriname. Denk je dat je daarmee kan omgaan of gaan die meisjes je vervelen? Nee. Ze gaan je niet vervelen. Nee. Oké, wat wil je nog meer leren? Hard schieten op het doel. Mm-hmm. Meer opkijken waar ze zijn. Mm-hmm. En
bal onderscheppen. Bal onderscheppen. Oké, okay, maar wat was de leukste dag voor jou? Partijtjes. Partijtjes was het leukst. Ja. Elke dag vond je de partijtjes het leuk. Ja. Heb je kunnen scoren? Ja. Hoeveel? Ik weet het niet. Oké, mag ik jou ook een brasje geven, want ik ben trots op je. Ja. Gefeliciteerd en heel veel succes. Blijf altijd je best doen en blijf altijd goed voetballen. Ja. Dankjewel. Ja. Goedenavond iedereen. Ik ben er. Oké, en dan sta ik met de winnaar van de Real Madrid Foundation Clinics, Il Marcio Bruno. Je bent uitgekozen vandaag tot één van de meest bekende Surinamers. Je hebt gewonnen. Hoe komt dat over bij jou? Wat ging er in jou om toen je je naam hoorde? En hoe gelukkig ben jij op dit moment? Nou, ik voel me echt gelukkig. En ik wist dat dit zou gebeuren, want ik heb hard gewerkt ervoor. So, yes. Je bent heel zelfverzekerd. Maar vertel me, kom een beetje dichterbij. De afgelopen 4 dagen heb je mooi de clinics kunnen afronden. Je hebt een andere manier van voetballen leren kennen. Wat vond je daarvan? Ik vond het leuk, als altijd. Yes. En je medespelers, wat vind je van hun niveau? Kunnen ze mooi voetballen? Is er nog veel dat jullie als jongeren moeten leren? Wat wil je eigenlijk nog bijleren? Nou, samen communiceren en samen met mijn medespelers goed kunnen spelen. Welke dag van maandag tot en met vrijdag vond je de leukste dag? Donderdag. Waarom donderdag? We waren bezig te schieten en afmaken. Uh-huh. En pasen dus. Pasen en daarna lijn, spits, schieten. Oké, okay, dat was de leukste dag van jou. Niet vandaag daar je gewonnen hebt? Vandaag ook. Vandaag ook, geweldig. Mag ik je een brasje geven, want ik ben zo trots op je. Gefeliciteerd en het beste. En volgend jaar ga jij naar Madrid. Jawel. Je bent er klaar voor, je gaat nu al inpakken. Zeker. Oké, okay, geweldig, gefeliciteerd. Een avond vooraf aan de Foundation Clinics van Real Madrid, dat was zondag 20 augustus, was er een selectie van pakweg 30 coaches. En daar zouden 5 uitgehaald worden om als assistentcoaches te mogen fungeren tijdens de Real Madrid Foundation Clinics van maandag 21 tot vrijdag 25 augustus. Een van deze coaches was Miguel Shepard. En Miguel Shepard is ook de coach geworden die volgend jaar mee mag naar Spanje om het challenge toernooi allemaal mee te maken. Miguel, om te beginnen, hartelijk gefeliciteerd. Hoe voel je je bij deze uitverkiezing? Sowieso blij om als grote Real Madrid fan is dit sowieso een dream come true. Dus op grond daarvan sowieso echt happy. En ja, gedurende de week was ik gewoon mezelf, gewoon mijn ding gedaan. Als ik eerlijk mag zijn, was ik niet eens op de hoogte dat iemand kon winnen. Dus dat hoorde ik na een paar dagen dat je kan winnen en dat je naar Madrid kan gaan. Maar ja, de focus was niet echt daarop. De focus was echt gewoon proberen over te brengen wat ons werd bijgebracht. En ja, dat heb ik uiterst gedaan om die jongens zoveel mogelijk de juiste instructies te geven, motivatie, ze te trekken. En ja, dat heeft zijn vruchten zo'n beetje afgeworpen. Mooi gezegd, je zit nog niet eens zo lang in het trainersvak, Miguel. Toch? En dat is dan toch ook wel een prestatie op zich. Dat zeker. Ik hou me al zo lang bezig met voetbal. Altijd van de andere kant misschien gedaan als analist en wedstrijden helemaal uitpluizen. En nu de kans om dat op het veld te doen. En dan zie je dat het toch niet zoveel verschilt. Dus niet zo lang bezig. Dit jaar nog mijn C gehaald, nu op de B-cursus. En ja, ik maak stappen. So just like the day ahead of the start from the clinics from the Real Madrid Foundation 2023 in cooperation with QN Sports 2023, I'm standing here with Brian van der Berg, the supervisor of all of this. Brian, good evening. You've had 5 days in Suriname with the clinics. What were your experiences? Lovely. There really was a really lovely experience being able to be here for first time in Suriname. Since the first moment that we arrived to the stadium and we saw the facilities, we were really impressed because in other places in the Caribbean, this has been the best venue so far. And help from the organization, from QN Sports, has been really top. You've mentioned it in the beginning,
it's very important for you that the kids have fun while doing this. How did you experience the kids and the fun they were having all the time, all the days? They were commitment, really committed since the first minute till the last. It was really joyful to work with all of them, also with the coaches. They were committed as well, so that make the sessions run really smooth and really joyful. That they have fun, we have fun, parents had fun, so success. So there was this player who just won the player of the tournament prize. He has the chance to go to Madrid next year. On behalf of what have you guys chosen for this young boy? Most of the time his personality and his attitude, he represents the values that we want to transmit. For us, it was really joyful to work with him. He was always paying attention, respectful, caring for the rest, and he also had really good talent that make the full package for so. We are really happy with our selection. So how about the choice for the coach, for the assistant coach? It was also the same criteria. If I'm honest, if I can invite the five of them to Madrid, I do it, but unfortunately we can just invite one. And this was the most who represent what we were looking for. So you've been here now, it's 2023. Can we look forward to 2024 with a good feeling that the clinics may come back? Definitely. I will pass my report, but it's really successful. Brian, have a good time for the remaining in Suriname, and probably we'll see you next year. For sure. Gran Tani. Thank you. Gracias. En dan is het tijd geworden om aan het eind van zo'n enerverende dag, waarbij er heel veel kinderen blij gemaakt zijn geworden door de Real Madrid Foundation Clinic. Doordat we het allemaal heel goed hebben kunnen afronden. En we hebben ook twee winnaars gehad als het gaat om de kinderen. Eén eerste plaats en de tweede een hele mooie prijs voor zijn spontaniteit, zijn deelname en natuurlijk zijn fantastische inzet. Maar daarover straks meer. Niet te vergeten dat we ook de bekroning hebben gehad van een coach. Naast mij staat Kushinig Isersing, de CEO, degene die dit alles van QN Sport in samenwerking met de Real Madrid Foundation Clinics in orde heeft gemaakt. Die ga ik een beetje aan de kaak voelen, Kusje. We hebben deze hele week ontiegelijk veel verzet om menig Surinamer, maar met name de deelnemende kinderen, maar ook de coaches, natuurlijk in alle, je kan zeggen, comfort te proberen te ontvangen. Ook de vertegenwoordigers die hier aanwezig zijn. Kun je mij vertellen vanaf eigenlijk, ja, ik zal het niet willen hebben met je over het voorbereidende werk, want daarover hebben we al zoveel gesproken. Maar vanaf dag 1 van de teach-in, op een gegeven moment de workshop die we hebben gehad met de coaches, tot aan vandaag toe. Ik wil eerst van jou weten, wat heeft deze hele week voor jou betekend? Laten we zeggen, dankjewel Katusha. Een grote mate van trotsheid dat wij als sportbedrijf hebben kunnen aantonen hoe hoger onze sportladder leggen en hoe hoger het gaat. Je kiest nou wel voor een invalshoek waar ik eigenlijk terug ga toen ik heel jong was. En ik voetbalde op straat, geboren op Zorg en Hoop als volksjongen. En ik woon nog steeds daar. Dat heeft mij het meeste interne emoties bezorgd, omdat ik nu de kans heb gehad om dingen terug te doen waar ik denk, zij hadden ook diezelfde droom. En als je dit moet realiseren en je kan de Real Madrid Foundation naar Suriname brengen, heb je een verdomd goed professioneel team nodig. Logistieke operations. Als ik zo ook zie, onze producties zijn weggegaan, ook vandaag nog. En je krijgt ook van extra een job. Toch, jullie zijn veel verder. Ze hebben het ook gezegd, ook met de kwaliteit van spelers dat we hier hebben, hoe ver we zijn. Al met al moet ik zeggen, job well done. En uiteindelijk heb ik het gedaan voor een groep van 75. Maar het allerbelangrijkste waar ik blij om ben, dat ik met behulp van onze sponsoren 35 kansarme kinderen heb betaald, waarvan QN Sport zelf voor 5. En dat gevoel, toch, dan weet je ook van, je kan andere mensen ook blij maken. En we willen misschien het jaar andere mensen blij maken.
Oké, om even terug te komen naar het verloop van deze week. We hebben vandaag een climax bereikt. We hebben een bekroning gehad van een coach. Twee spelers waarvan één de winnaar is geworden. En de andere, ja, je kunt zeggen, uitgeroepen is als de speler die heel spontaan was. Die meedeed, die altijd op tijd was, et cetera, et cetera. Wat vond je van deze twee spelers? Want je hebt ze ook de hele week in actie gezien. En ben je tevreden met wat je hebt gezien van ze? Laat me zeggen, het mooie ervan is dat gelukkig QN Sport contractueel geen enkel invloed en inspraak heeft. Het zijn gewoon de professionals die het bepalen. Wel, op dag 2 had Alberto mij al aangegeven dat Bruno hem als eerste is opgevallen. Hij zei, er gaat een grote concurrentiestrijd plaatsvinden. Want ik zie 17 goeie, maar de strijd gaat tussen 8. En hij zegt, I'm very impressed in your county. I never saw this before. Maar dan weet je ook dat er een concurrentiestrijd gaat plaatsvinden. En ik vroeg hem, hoe ziet de trainingssessies eruit? Hij zegt, nu gaat het skills vorm spelen. Iedereen krijgt de kans. En ja, van de kleine, ik ben zo blij voor hem. En zo zie je toch wel, al heel klein komt hij in de buurt van de filosofie van Real Madrid. Hij is een goede speler. Hij helpt zijn medespeler. Hij gaat helpen. En dat is wat Real Madrid is. Altijd op tijd. Juiste mentaliteit. Dat zijn belangrijke aspecten. Dat zo'n kleine win. En geloof mij, ik kan heel goed ballen. Ik heb net van Wienerschaal begrepen dat deze jongen geen club heeft. Nou, dat gaat niet gebeuren. Hij moet naar een club gaan. Want dat kan een voorbeeld zijn voor de rest. In ieder geval, Koesje, ik wil van jou weten. Wat voor impact heeft het bezoek van de Real Madrid Foundation Clinics gehad op de spelers, maar ook Suriname? Wat heeft dit bezoek, dit partnerschap met QN Sport betekend voor Suriname? Laat me zeggen, toen wij naar Madrid gingen en we waren al getekend, hebben ze ons drie dingen gezegd in de meeting. Mr. Nagisar Singh, they're not gonna believe you. Second, they think it is fake. And be careful with your enemy. Hij zegt, want wie brengt zo'n foundation naar Suriname? Ik zeg, don't worry about it. Het mooie ervan is, straks komt Real Madrid uit over 2 weken met de officiële press release met de sponsor en ons als partner. Het komt in 2 talen op de website van het grote Real Madrid met 100 miljoen followers. En 100 miljoen mensen gaan in 1 keer weten waar Suriname is, wie de partner is en wie het mogelijk gemaakt heeft. Wanneer dit soort grote clubs, want het zijn de grootste van de wereld, wil je ook aangeven waartoe je in staat bent, maar tegelijkertijd ook ouders het kan zien. Je doet je best op school, maar hij is ook goed, maar hij kan het niet betalen. Wij gaan het voor betalen. En het mooie van, we kennen een aantal van de ouders helemaal niet. Al met al, om het te continueren is vraag 2, dat willen we zeker doen. Toch? Maar het geeft je zo'n grote steun in de rug. Toch? En nu al hebben een aantal sponsoren gezegd, wij staan erachter, ga verder mee. En Real Madrid heeft, voordat ik het heb gevraagd, al gezegd, we willen voor 4 jaar verder. Okay. Nu heb ik ook gehoord tijdens de ceremoniële afsluiting dat ouders hun e-mailadres in de gaten moeten houden. Kun je een beetje daarover toelichten? Inderdaad, doordat er zoveel talent hier rondloopt, maar ook spelers met een bepaalde mentaliteit, hebben ze geselecteerd. 28 spelers krijgen een uitnodiging. Als je geen uitnodiging krijgt, kan je niet naar de World Challenge. Wij zijn als officieel partner in de CC van alle mailwisseling. Ik heb net ook apart met Albertus ook gezegd. Waarschijnlijk gaat die groep kleiner worden, want waarschijnlijk kan iedereen het betalen. Toch, ik heb ook gezegd aan de rest van de media, dat is iets buiten QN Sport om het toernooi. Maar ik zal zeker willen weten hoe het allemaal gaat met ouders. Het is een dure grap, want als een kind meegaat, moet je €2200 betalen in het toernooi mee te doen. En de ouder moet denk ik ook nog een ticket betalen daar. Dan kom je op veel geld. Is deze World Challenge een follow-up van deze clinics? Moeten we dat zo zien? Je moet zien, als het wordt gehost in je land, wat we nu hebben gedaan, dan worden spelers uitgenodigd omdat ze goed zijn geselecteerd. En dan is de vraag, kunnen zij het betalen om mee te doen? En Alberto heeft mij gezegd, wat ik hier heb gezien, ben jij in staat met dit land het toernooi ook te winnen in Madrid. Dat zou natuurlijk je van het zijn. Koesje, kortom, je kijkt vol trots en tevredenheid terug naar de afgelopen dagen. Wat het team van QN gepresteerd heeft, maar ook hoe de clinics verlopen zijn. Absoluut, ik was er niet bang voor. Je weet wat je in huis hebt, je weet ook wat het inhoudt.
Ja, maar het is bijzonder streng. Ik heb daar weer wat geleerd. Toch, als de foundation al zo streng is, laat staan de professionele academy. Toch, time, performance, mentaliteit, alles speelt een rol. Een kleine jongen komt, wordt al geïnterviewd. Real Madrid zegt, het begint ook daarmee. Ik ben bijzonder trots. Zeker ook omdat het mijn club is, 100%. En ook jongetjes, die voetballers die van Barcelona zijn, die zijn komen doen, want het is een lifetime experience. Je krijgt een certificaat, je krijgt een bal van Adidas. Ja, dat moment komt nooit meer terug. Dus laten we hopen dat het niet slechter wordt financieel in dit land. Toch, want we willen zeker weer die bijdrage gaan leveren voor deze groep, want ze stromen door. En een andere nieuwe groep die ik ook wil gelukkig maken met de bedrijven. En dan wil ik afsluiten met de ouders en de familieleden die op de tribune waren. Die denk ik verdienen een dikke 10 voor het, het aanvuren van de kinderen, voor het meedoen. Wat een stimulans is dat vandaag geweest. Absoluut. Op de Antillen is dat niet zo. Ze droppen hun kind en komen het daarna halen. Ik heb Madrid uitgelegd dat Antillen baseball gerelateerd is. Suriname is voetbal. Het is Barça en Madrid altijd. Toch? En ze hebben het ook gezien. Hij zegt, het wordt wel goed bezocht. En je hebt vandaag nog ook gezien hoe ze erachter staan. Weet je wel, de zon heeft een beetje te parten gespeeld. Maar ook in Madrid is het heet soms. Al met al, het is een experience gehad voor de spelers, de ouders, de supporters. Dit moeten we oppakken in Suriname. En ik zal zeker de voetbalbond vragen om meerdere dingen te doen voor de jeugd. Ze hebben wel voor 10 betaald, vind ik geweldig. Ze hebben een selectie gemaakt. Maar je kan dit elke maand doen, want er is geld. Laat ook andere kinderen de kans krijgen. Nou, kortom, Koesje, hartstikke bedankt. Fantastische job heb je gedaan. En natuurlijk kijken we naar veel meer uit wat QN Sport kan doen voor de jeugd. U thuis natuurlijk ook bedankt voor het volgen van iedere dag weer de Real Madrid Foundation Clinics. En ik zou zeggen, dank aan het hele team van QN. En tot de eerstvolgende keer. Goeiedag. Ready? Yeah. Uno, dos, tres, a la Madrid! Oh, diamante, diamante.